Beste mensen van het mooie leven, Roger de Vlaming, uw reporter van het Wieselnieuws. Vanavond hier aanwezig bij meneer Vliegen. En meneer, wat is uw naam met een mooie zonnebril op? Udo Rij, meneer. Die dus. Aanwezig, samen met links in beeld, de ex-vrouw van meneer. Hoe was uw naam nu ook alweer? Udo Rij. Die dus. Zeg in beeld. Op. En hier aanwezig met hun drietjes, twee mensen fysiek, één persoon minder fysiek. We zijn hier allemaal aanwezig gekomen om het verlies, of misschien het verlies, of misschien wel gewoon eventjes van huis weg zijn, de Honda de Poes, toch? Ontvoering. Ontvoering. Volgens meneer Vliegen zou de Poes Honda ontvoerd zijn. Dus hoe komt het dat de Poes Honda is ontvoerd? Ik kwam hier dus thuis en toen was Honda was gewoon niet meer thuis, toen ik thuis kwam. Oké, en meneer met de zonnebril, is uw naam ook alweer? Udo Rij. Meneer Udo Rij, waar denkt u dat de poes naartoe is? Want u zei me iets van maffia. Ja, ik heb mijn vriend, mijn ex bedoel ik, mijn ex, die heeft nogal associaties met de Japanse maffia. Zoals je ziet, ze ziet er ook al een beetje Japans uit en... ik denk eerlijk gezegd dat zij in haar mafiosi met hun ranzige pootjes aan mijn poes zijn gekomen. Onze poes. Ja, gezamenlijke poes. En waarom zou uw ex-vrouw dan doelen op Honda, de poes? Ik denk dat ze een beetje jaloers is. Jaloezie. En het is ook om het geld natuurlijk. Het is toch wel een dure poes van... 13.000 euro of zo. Een dure poes. Ja, maar u zegt dat maar vrouw... de emotionele schade is natuurlijk veel groter dan 13.000 euro. Inderdaad. Ja, uw ex-vrouw heeft banden met de maffia, maar 13.000 euro voor een poes is belangrijk schijnbaar. Maar daar gaat deze interview niet over. De bedoeling met dit interview is, waarom doen we dit interview? Omdat we Honda moeten zoeken. Dus een oproep aan alle burgers. Wat moeten ze doen? Zoeken Honda. Zoeken Honda de poes. Het is precies grappig, goed waar. Nee, ik had een kattenbal, een kikker in mijn keel. Ja, kikkerbal. De mensen zien het allemaal, hè. Ik ga niet knippen wat ik niet moet knippen, hè. Dus, wat moeten de mensen doen? Honda zoeken, toch? Ik had ook vernomen, meneer Vliegen, dat er iemand niet behulpzaam zou geweest zijn binnen het korps. Klopt dat? Ja, de regerge van de poepentroepers, die... hebben wij natuurlijk als eerste ingelicht voordat wij naar de media zijn gestapt. En toen heeft de regerge van de poepentroepers, die heeft ons gewoon onjuist bejegend eigenlijk. Wat ik nu nog geheel uit eigen wil wilde opmerken, was dat de agent tegen mij had gezegd dat er nog op de muur gekalkt moest worden. Dat we dat konden doen. Ja. De poepsnoepers hebben dat gezegd. Dus, beste burger... Jullie zien het. Meneer Vliegen en meneer Edouard zijn enorm aangedaan van dit... Udo Rij is het. Udo Rij, sorry. Udo Rij. Sorry, meneer. Ja, kan gebeuren. Ik heb het al vaak als ik mensen mijn... Udo Rij! Normaal gesproken lachen mensen niet zo heel erg veel. Sorry, Udo Rij. Momentje. Geef me even een momentje, Udo Rij. Wacht even. Ik hoop dat uw bandje nog niet vol is. Oh, wat een fucking kan het is. mijn excuses. Dus meneer Udo Rij en meneer Vliegen zijn dus helemaal aangedaan van het... Ja, incident met de troepers, wiens zij al een mooie bijnaam hebben gegeven, jammerlijk. Ja, dat is niet erg dat u dat gezegd heeft door meneer Vliegen. Ik snap de emotionele betrokkenheid. Ik hoop dat de burger Honda gaat zoeken en dan zien we elkaar hopelijk snel met de poes in handen, hè, heren? Ja, dat is het ook wel. Ik mis Honda. Ja, ik ook wel een beetje.